Geuzenstekerij Hansens kan terugblikken op een rijk gevulde familiegeschiedenis waar inmiddels de vierde generatie Hansens aan zet is. Al meer dan 100 jaar maakt Hansens ambachtelijke lambiekbieren. Stichter Bartholomeus Hansens startte in 1896 aanvankelijk als brouwer. Wat we weten is dat toen hij burgemeester was, burgemeester Brouwer, heeft hij dit gebouw in 1896 aangekocht. Dit gebouw was vroeger een boerderij-melkerij. Hij heeft dit gebouw, deze boerderij, dan omgevormd tot brouwerij. Bartholomeus is gestart als brouwer, maar is met die activiteiten na de Eerste Wereldoorlog moeten stoppen. Zoals in zoveel andere brouwerijen het geval was, werden tijdens de Eerste Wereldoorlog de koperen brouwinstallaties door de Duitse bezetter aangeslagen. En dus na de Eerste Wereldoorlog heeft Bartholomeus beslist om te stoppen met brouwen en dan verder te doen als steker. In een geuzenstekerij wordt er geen lambiek gebrouwen, maar wordt geuze gestoken. Dit gebeurt door jonge en oude lambiek die veelal afkomstig zijn van verschillende lambiekbrouwerijen met elkaar te mengen. Op die manier geeft de geuzensteker zijn eigen cachet mee aan de door hem gestoken geuzen. Het moeilijkste is natuurlijk het proeven van de lambiek. Er zit altijd verschil op lambiek. Op gebied van geur, op gebied van smaak, op gebied van uitzicht. Eenjarige, tweejarige, driejarige. Het is allemaal, elk vat in feite heeft een specifieke smaak. Dus elk bier, dus elke lambiek dat van een vat werd geproefd, is totaal anders. Het is een natuurlijk bier. 20 ten 100 is menselijke tussenkomst, maar 80 ten 100 is de natuur zelf die zijn gang gaat. Hè. Na het overlijden van Bartholomeus Hansens zette zijn zoon Theo in 1928 de zaak verder. 4 jaar later huwde hij met Rosa Vastio. De initialen THV, die nog steeds als toonmerk worden gebruikt, verwijzen naar dat huwelijk. In september 1932 werd Jean, hun enige zoon, geboren. Jean hielp van kindsbeen in de zaak. Na zijn studies handelswetenschappen en zijn legerdienst ging hij bij zijn vader in de stekerij werken. Jean huwde met Julienne de Wulf en samen kregen ze 2 kinderen. In 1997 bereikte Jean Hansens de pensioengerechtigde leeftijd. Maar geheel onverwacht besliste zijn dochter Sidi om samen met haar echtgenoot John de geuzenstekerij verder te zetten. Mijn echtgenoot en ik, wij werken ook beide en daarnaast doen we de zaak nu verder. Hè. Naast de traditionele oude geus en oude kriek produceert Hansens ook fruitbieren. Wij werken met vers fruit, dus er worden geen aroma's, geen kleurstoffen, geen smaakstoffen, niks. Enkel en alleen het fruit en lambiek. En natuurlijk, ja, dan zijn we op zoek gegaan naar iets wat toch wel Belgisch is en gemakkelijk te vinden. En zijn we dus uitgekomen bij aardbeien, vandaar ons oudbeitje, onze aardbeienlambiek. Wat dus in feite niks anders is dan verse aardbeien die gedurende een aantal maanden hebben gerijpt op lambiek. Vervolgens werden ook cassis, frambozenlambiek en Schaarbeekse kriekenlambiek aan het gamma toegevoegd. Deze speciale fruitbieren zijn echter uitsluitend voor export bedoeld. Sidi en John werken tot op de dag van vandaag op dezelfde artisanale manier als vader Jean, grootvader Theo en overgrootvader Bartholomeus. Het is inderdaad een serieuze erfenis, maar het is een mooie erfenis. Er zijn enorm veel liefhebbers. Ik ken een aantal personen die ons benijden in feite, door het feit van, het is toch ongelooflijk en wat een rust. En zie hier al die vaten en gevuld met bier en ermee bezig zijn en dat ruiken, dat proeven, dat smaken, dat mengen, dat omvormen tot een geuze. Dat is een fantastisch iets. En inderdaad, het is wel zo, ja. Maar het is enorm, enorm arbeidsintensief, dat wel. Hoewel ze zelf geen kinderen hebben, maken Sidi en John zich geen zorgen. Vast staat dat de geuzenstekerij nog een mooie toekomst tegemoet gaat, want de vraag naar Hansens bieren overtreft het aanbod. Het 550 hectare grote Hallerbos is een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het bos is een overblijfsel van het kolenwoud dat al tijdens de vorige ijstijd deze kontreien overwoekerde. In het voorjaar kleuren de boshyacinten, daslook en bosanemonen het bos helemaal blauw. Maar ook daarbuiten is het Hallerbos meer dan de moeite waard. Je vindt er een grote variatie aan boomsoorten en wilde dieren zoals hazen, fazanten, wilde konijnen en ook reeën. Voor meer informatie betreffende wandelroutes in het bos kan je terecht bij Toerisme Pajottenland Seine-Vallei.